Suriname heeft gisteravond een staff-level agreement bereikt met het IMF voor de derde review. Dit liet minister Stanley Ragubashing van Financiën en Planning vandaag weten in de Nationale Assemblée. Dat betekent dat de missie van IMF, die begin deze maand hier is geweest en gewerkt heeft, succesvol was. Dit is volgens de bewindsman tevens de reden waarom het IMF en Suriname doorgaan met het programma. En ik denk dat het is niet de gewoonte om te verwijzen naar het persbericht, maar het is goed dat derden verwoord hebben wat wij ook wel eens verwoorden. Maar ik denk dat het beter is dat anderen zeggen van dat wij met z'n allen op de goede weg zijn. En voorzitter, ik wil daarbij dank uitbrengen aan uw college. Omdat als er successen geboekt zijn, als er stabiliteit ontstaat, als we door het moeilijke traject heen gaan, dan is dat mede dankzij het leiderschap dat getoond wordt vanuit uw college. Ragubashing zegt dat het IMF voor de derde review ook heeft gesproken met de leiding van DNA, coalitie en oppositie. Deze gesprekken hebben waarde toegevoegd aan de review van het IMF. Ik heb gisteren, sinds die bekendmaking, heel veel steunbetuigingen ontvangen. Heel veel dankbetuigingen, heel veel gevoelens van hoop, het gaat de goede kant op. Voorzitter, ik denk dat een belangrijk deel van die felicitaties en die hoop en die steun, dat die dank, dat een belangrijk deel daarvan uw college toekomt. Voor de rol die uw college vervuld heeft, heel concreet in deze missies, maar ook in het geheel van deze regeerperiode. Minister Ragubashing benadrukte dat DNA heel vaak haar steun heeft gegeven aan het beleid van de regering.